Welkom, hallo en welkom weer op mijn kanaal. Vandaag wil ik een keertje even wat anders met jullie doen. Ja, dit is een van de laatste momenten dat ik in mijn eigen huis, in ons oude huis, gewoon even op kan maken. Ik zat heel Holland bak te kijken. Betrapt, jongens. Heel Holland kakt. Maar goed, daar gaat het deze aflevering niet om. Heel Holland bak gaat het niet om. Ik wil wat anders met jullie doen. Ik wil graag, ik heb het gekregen laatst. En dat vond ik zo tof. Dat vond ik echt super tof. Dat ik het met jullie moest delen. En wat is het? Het is het volgende. Het is ballonnenkunst vouwen of zo, weet ik veel. Tada! In deze box. Deze. Moeten we dat gaan doen? Er zitten allemaal ballonnen in en ik ga het jullie laten zien. Hoppatee. Kastje dicht. Ik ga het jullie laten zien. Ik heb gewoon nu ook gewoon een koffertje gekregen met allemaal vette ballonnen. Echt hier, dit is waar het nu om draait, jongens. Dit is het. Dit zijn allemaal... ballonnen. Allemaal lange ballonnen. Kijk, hier blauwe, ja, oranje, gele, groene. Echt allerlei kleurtjes. En dit blad, dames en heren, dit blad is echt het meest belangrijke. Want hier op dit blad ga je dus zien hoe gewoon al die dingen werken. Met andere woorden, dat is het blad... wat mij gaat helpen om vormen te gaan maken. Nou heb ik natuurlijk geoefend. Ik heb geoefend, ik geef het toe. Maar daarom ga ik het wel even laten zien aan jullie. Ja, is een keertje wat anders. Is een keertje wat anders dan een Comic-Con vlog. Dan een uitje, dan Pokémon jagen. Dan een vakantievlog, een verbouwingsvlog. Gewoon even een vlog met iets wat ik gewoon gekregen heb. Ja, dat wil ik dan ook gewoon even laten zien aan jullie. Ja, en dat ik het natuurlijk kan. Dus here we go, ballonnen blazen. Dit zijn stickers, die hebben we pas later nodig. Hier hebben we nog meer stickers. Hier hebben we een pompje. En die hebben we nu nodig natuurlijk, as we speak. En wat gaan we maken, jongens, dames en heren? Allereerst gaan we een zwaard maken. Ik ga voor een zwaard. Dat lijkt me kick, dat lijkt me makkelijk, dat lijkt me goed te doen. En een zwaard is meestal... nou, weet je wat, we maken een gouden zwaard, jongens. Zo leuk dat ik dit gekregen heb, echt waar. Ik heb ook altijd wel zoiets... de vraag van hoe doen ze dat, waarom kunnen zij dat wel en waarom gaan die dingen bij mij? Als ik het zou doen, dan zou het gelijk kapot gaan. Nou, daar gaan we nu achter komen. Ah, ik hou helemaal niet van ballonnen en vooral niet als ze knappen. Helemaal tot en met het puntje moet die gevuld worden met lucht. Ja, we moeten nu een beetje krom kijken. Komt hij tot en met het einde? Oké, nou, ik heb een klein tipje, ziet hij nog. Dat hij in één keer... dat zal je dus altijd zien. Dan laat ik hem los en dan vliegt hij weg. En dan komt hij toevallig in een cactus terecht. Ja. Niks meer van over. Dit is dus twee stukjes. Dit is er dus van over. Kunnen we zo... ach jongens, nou nogmaals, wederom, herkansing. Wij gaan dus voor een zwaard. Ook knallen, hou ik echt niet van. En waarom gaat die krom lopen? Waarom doe je dit? Yep. Oké, nou het ziet er ook wel weer goed uit. Maar dat kan toch nooit een zwaard worden dit, jongens, dames en heren. Dan maken we gelijk een... hoppatee. Gelijk een draai in. Oh, ik ga het allemaal. En dan vervolgens... andersom. Piet, en het kraakt ook altijd zo. Dat crack me if I am wrong. Er komt eigenlijk een hand tekort en ik hoop niet dat die gezicht... ja, leuk, ballon. Ja, leuk. Na tijden proberen hebben we dus een zwaard. Ja, nou ja, goed, een zwaard. Het is, hij is... oké, ik heb hem eerder voorbereid. Ja, oké, ik heb het hiervoor even geprobeerd. En toen lukte het wel, na 15 ballonnen verder. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je kan er een zwaard mee maken. En
Ja, hij is misschien dan nog niet helemaal volgeblazen, maar het maakt niet uit. Kijk, twee hendeltjes, dat is hartstikke leuk. Gewoon. Ja, ik snap ook helemaal niet meer. Als ik hem zo terugkijk, begrijp ik ook helemaal niet meer over hoe ik hem gemaakt heb. Maar daar gaat het niet om. Een zwaard. Hansvat, zwaard, leuk. Kan je ermee maken. Ballonnen vouwen, ja leuk. Het is echt fantastisch. Je kan het dus en je kan het dus ook. Ik heb dus ook een zwaantje gemaakt. Ik ga dingetjes laten zien aan jullie. Maar dat zijn wel dingen waar ik trots op ben. Ja, dat zijn dingen, daar ben ik trots op dat ik dat heb kunnen maken. Dit was bijvoorbeeld een... Oh. Dit was een cobra. Een cobra was dit. Dit is een kleine versie. Kunnen we trouwens maken. We gaan een cobra maken. Ik ga nog één dingetje live voor jullie maken. Gewoon, want dat andere wat misschien niet ontploft. Maar dit gaat... Bij voorbaat gedoemd tot mislukken. Misschien een leuke anekdote. Ik was van de week was ik even op het strand. Ja, ik wilde eigenlijk naar Kijkduin toe. Toen wilde ik even Pokémonnetjes gaan vangen. En daar heb ik vervolgens een zeehond op het strand zien liggen. Nou, dat was zoiets unieks. Dat was fantastisch. Oké, de brilslang. Dit is de basis voor de brilslang. Let op, het moet uiteindelijk er zo uit gaan zien. Dat nou al. Echt zo'n dag dat alles knalt. Blijft ook niet zitten ook. Please. Dat één dingetje is goed. Het is net Pokémon vangen. Gaat hij in de bal. En ik hou helemaal niet van knallende ballonnen, jongens. Echt, ik hou er echt niet van. Shit! Dames en heren, zo moest hij eruit zien. Oh, het wil niet. Het wil niet. Ik heb er... Het wil me vandaag niet lukken. En daarom echt respect voor... Respect voor ballonkunstenaars. Want wat die gasten kunnen... De eerste, volgens mij waren de eerste gewoon toevalstreffers. Dat het gewoon lukt. Ik bedoel, kijk nou eens. Kijk, dit lukt gewoon. Dit gaat gewoon. En ik probeer het nou nog een keer. En het knalt één voor één. Nou goed, ik ben dus 3 jaar, ik word dus 3 jaar jonger nu. 3 keer helemaal de tering geschrokken. Ja, leuk. Ik wil ook niet meer, dit moest een zwaan voorstellen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook verkleind. Oh, ik heb het gekregen, nogmaals, het is een cadeautje. Ik dacht, dat moet ik gewoon uitproberen. En dat kan ik het beste doen voor jullie daar thuis. In mijn geval, ik ben keihard gefaald, keihard in mijn bek gegaan. Ik heb voorbeelden laten zien dat ik het wel kan. Alleen... Nu willen ze niet. Dat zul je ongetwijfeld zien. Tot een volgende keer.